Dames en heren, van harte welkom in de aula van de Universiteit Maastricht. Vanmiddag zal professor Wouter van Marken-Lichtenbelt het ambt van bijzonder hoogleraar ecologische energetica en gezondheid aanvaarden middels het uitspreken van de oratie. De titel van de oratie luidt Light My Fire, leven buiten de comfortzone. Dokter van Marken-Lichtenbelt, mag ik u vragen om uw reden uit te spreken? Mevrouw de prorector, zeer geachte dames en heren, vrienden en familieleden. Hoe voelt u zich? Heeft u het te warm, te koud of bent u comfortabel? Ik wil graag een kleine inventarisatie gaan uitvoeren. U heeft even net kunnen oefenen met gaan staan en u mag weer gaan zitten. Willen nu degenen die het wat te warm hebben gaan staan? Ik noteer het even in gedachten. Dank u wel. U kunt gaan zitten. Willen nu degenen die zich comfortabel voelen gaan staan? Oké, dank u wel. U mag weer gaan zitten. En willen dan nu degenen die het koud hebben gaan staan? Verbaas me niet dat het hier wat vrouwen opstaan, maar dat tezijde. Ja, u ziet het, er is een grote individuele variatie alleen al bij zo'n simpele eerste vraag. En daarover gaat eigenlijk mijn oratie. Over deze variatie en over thermoregulatie. Dus heb ik eigenlijk nu alles wel verteld, dus u kunt gaan staan. En dan, ja, dat is, ik zal nog iets meer vertellen. Wat mijzelf betreft, nooit eerder heb ik zo in het brandpunt van de belangstelling gestaan. Ik word er een beetje warm van, moet ik bekennen. Jaren geleden, bij een bezoek aan het Muiderslot, zag ik in een van de grote zalen een bank bij een open haard staan. Nu zou je denken, zo'n groot kasteel heeft een hoop comfort, maar dat was niet altijd zo. Het kon flink koud zijn en zelfs soms vriezen binnen. Dat de bank dus bij de open haard staat, ja, dat is logisch. Dat snapt iedereen. Maar als je daar zit voor de open haard, als een keuvelende dame, stel ik zo'n jonkvrouw, en bij de warmte, dan komt er ook tocht. Dus die rug werd koud. En die bank, en u kunt dat bij dat rondje, dat rode rondje zien. Die bank was zo geconstrueerd dat de leuning kon omklappen. Dus als je dan zat naar de open haard en je werd lekker warm. En daar koud, kon je op zeker het hele zaakje omklappen. Gingen de dames andersom zitten. En dan werden ze lekker warm van achteren. En dat voelde waarschijnlijk best aangenaam aan. Als we nu naar nog wat primitievere omstandigheden gaan kijken. Naar de Aboriginals in Australië. Dan is het zo dat in de jaren 50, toen had je nog dit soort aboriginals, nog niet de overgewichtige aboriginals zoals we die tegenwoordig kennen. En Schoolander heeft er in de jaren 50 onderzoek naar gedaan en die keek hoe de mensen sliepen in de woestijn. Want overdag is het bloedheet, 's nachts ijs en ijskoud. En dan hebben ze maar een heel klein vuurtje om zich warm te houden. Dus dat heeft hij gemeten en gekeken wat er gebeurde. Nou, de mensen koelden een klein beetje af, of eigenlijk flink af, maar ze rilden niet. En ze sliepen uitstekend. En hoe zat het nou met de controlemensen? Ze deden ook wat westerse mensen mee. Die begonnen vreselijk te rillen en hebben de hele nacht niet geslapen. Het zal duidelijk zijn. In de loop van de tijd is onze thermische omgeving drastisch veranderd. De cv slaat automatisch aan en het hele huis wordt verwarmd. Tegenwoordig beschikken steeds meer gebouwen en huizen over een airconditioning. En dus betekent het dat de zomers en 's winters altijd maar dezelfde constante temperatuur is ingesteld. Onze omgeving is in 100 jaar enorm veranderd. Wij zelf zijn de laatste duizenden jaren niet noemenswaardig veranderd. Evolutie van de mens werkt veel trager. Eigenlijk leven we biologisch gezien als oermensen in een moderne omgeving. Hebben we wel genoeg aanpassingsvermogen? Met andere woorden, is een constante temperatuur wel zo gezond? Is dat niet naast te veel eten en te weinig bewegen
niet ook een reden dat er steeds meer dikke mensen zijn? Bij Humane Biologie, waar ik werk, doen we veel onderzoek naar overgewicht. Dat is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd. Mensen worden te dik en dat leidt tot allerlei complicaties zoals suikerziekte en hart- en vaatziekte. Onderzoek van de afgelopen tientallen jaren is gericht geweest op leefstijlverandering. Dus minder eten, meer bewegen en op farmacologische interventie, dat wil zeggen het bedenken van een afvalpil. Helaas heeft dit onderzoek tot nu toe niet tot resultaat geleid, in ieder geval niet op lange termijn. Er bestaat geen pil en er is geen geschikt leefstijlprogramma. Ik denk dat een belangrijke factor, namelijk de omgevingsconditie, te weinig aandacht heeft gekregen in dit soort onderzoek. De mens in zijn omgeving, daar gaat het om. Een belangrijke omgevingsfactor is de temperatuur. Over die moderne, thermische omgeving, dat wil zeggen ons binnenklimaat, kom ik in het tweede deel te spreken. Eerst even de thermoregulatie van de mens zelf. Tijdens mijn verhaal wil ik u ook delen hoe het onderzoek op mijn pad is gekomen. Als onderzoeker begeef je op onbekend terrein. Je wil wat ontdekken. Je kan dan twee dingen doen. Je kan de diepte ingaan en een bepaald proces kiezen en meer details verzamelen en hopen dat je dan het inzicht vergroot. Je kan ook de breedte ingaan en dat betekent in welke context doet zich iets voor. Dan is het verstandig dat je op zoek gaat naar raakvlakken met andere onderzoeksvelden. Dat laatste is denk ik wat ik gedaan heb, het advies volgend van mijn promotor professor Rudy Drent. Hij spoorde me in de tijd al aan tot een samenspel tussen landbouwwetenschappen en biologie. Bij thermoregulatie speelt de energiebalans een cruciale rol. Deze balans wordt bepaald wat er aan energie ingaat en hoeveel energie we weer uitgeven. De energie die erin gaat, die halen we uit de voeding. Te veel aan energieinname slaan we dan op als lichaamsvet. De energieuitgave is afhankelijk van hoeveel energie je gebruikt in rust, bijvoorbeeld voor onderhoud, dus alle processen in het lichaam die gebruiken energie. Daarnaast maakt het uit hoeveel je beweegt. En tenslotte maakt de omgevingstemperatuur uit, waarover ik meer zal vertellen. Op lange termijn moet die energiebalans gelijk zijn aan nul, want anders kom je aan of val je af. Vrijwel alle energie die wordt gebruikt door het lichaam, wordt omgezet in warmte. Dus in feite is de energieuitgave dus gelijk aan de warmteproductie. En die warmte die moet je weer kwijt, want anders gaat je lichaamstemperatuur omhoog. Thermoregulatie gaat dus over die balans tussen aan de ene kant de warmteproductie en aan de andere kant het warmteverlies. Als eerste voorbeeld van thermoregulatie en de link met de energiehuishouding geef ik een resultaat van mijn promotieonderzoek over de groene leguaan op Curaçao. Daar bekeek ik hoe efficiënt die dieren omgaan met hun energie. Wat kunnen ze uit hun voedsel halen dat ze met zoveel moeite vergaren in de natuur en hoe geven ze die energie weer uit? Daarvoor had ik technieken ook weer nodig vanuit de landbouwwetenschappen, maar ook echt klassiek biologische gegevens met het kijkertje in het veld. Anders dan bij de mens heeft de leguaan geen constante lichaamstemperatuur. Als het buiten koud is, wordt het dier ook koud, gaan alle reacties in het lichaam langzamer en gebruikt er minder energie. En als het warm is, gaat alles wat sneller. Niet voor niets leven leguanen in de tropen. De dieren kunnen hun temperatuur dus regelen door meer of minder in de zon te gaan zitten. U ziet dat hier mooi in de grafiek. Even mijn pijltje. Ja. In de grafiek ziet u dat mooi. De luchttemperatuur op Curaçao is aangenaam, 27 graden. Als het dier niets zou doen en gewoon in de zon zou blijven zitten, werd hij 45 graden. En we zien dat een dier hier kiest door middel van slimzonnen tot een graad of 36. Niks koudbloedig dus. Een duidelijk bijna dezelfde lichtstemperatuur als wij. Maar er zijn hele grote individuele verschillen. Het bleek dat de lichaamstemperatuur werd afgestemd op de voedingsinname. Dieren die namelijk minder voedsel konden bemachtigen vanuit de natuur, die kozen ook wat lagere lichaamstemperaturen. En daarmee konden ze energie besparen. De leguaan regelt dus met zijn thermisch gedrag zijn energiebalans. Maar hoe zit het dan bij de mens? Kan de mens via thermoregulatie zijn energiebalans bijstellen?
En hoe groot is die individuele variatie van die mens? Even een slokje. Ik bibber een beetje van de kou. In tegenstelling tot de lege waan heeft de mens een veel constantere lichaamstemperatuur van ongeveer 37 graden. Dat weet u allemaal wel. De lege waan spaart energie. De lege waan spaart energie bij lage temperaturen. Wij moeten juist ervoor werken om die temperatuur te handhaven. En dat kan je bijvoorbeeld doen door te rillen. Dus dat kost extra energie. Maar er is ook een energiezuinige manier. Die wil ik u even laten zien, want die is voor de rest van het verhaal toch wel belangrijk. We kunnen namelijk de warmteafgifte via de huid regelen. Onze huid is eigenlijk een radiator en ons bloed het koelwater. We kunnen meer warmte afgeven door meer bloed naar de huid te leiden. U herkent dat waarschijnlijk wel. Als je het warm hebt, worden je handen rood, de aderen zetten flink op. En als je het koud hebt, dan worden de vingers blauw of zelfs kleurloos en voel je dan ook koud aan. Wat dat betreft zijn we eigenlijk een beetje een lege waan. Tenminste, onze extremiteiten, onze armen en benen zijn een soort lege wanen. We regelen de warmteafgifte met de doorbloeding van de huid, maar dat lukt maar in een klein traject. Van ongeveer 28 tot 32 graden. Dat vindt u misschien wel een beetje raar, maar dat geldt voor de naakte mens. Als je met kleren aan, dan verschuift dat naar rond de 20 graden. Dus met andere woorden, onder je kleren creëer je een warme laag waarbinnen je comfortabel bent. Daarbinnen is het energiegebruik dus minimaal. En dat heb ik hier proberen aan te geven. Ik hoop dat u het kunt zien, want ik heb het in groen gedaan. Maar er staat gelukkig een lijntje omheen. Dat is de thermoneutrale zone. U ziet dat de warmteproductie daar minimaal is. Dus deze zone hier. Bij hogere en bij lagere temperatuur gaat de warmteproductie omhoog. En binnen die thermoneutrale zone, daar ligt bij benadering de thermische comfortzone. Buiten de thermoneutrale zone wordt het gezien onze energiebalans dus wel interessant. Als het bijvoorbeeld te warm wordt, dan ga je zweten, maar je gaat uiteindelijk ook meer warmte produceren. En de kou, daar hebben wij met name naar gekeken, ga je ook geleidelijk aan meer warmte produceren naarmate het meer koud wordt. En dat kan je doen bijvoorbeeld door middel van rillen. Maar wij hebben jaren geleden aangetoond dat het ook zonder te rillen kan. Mits het niet al te koud is. En hoe hebben we dat gedaan? Dat doen we in Maastricht in de respiratiekamers. We hebben vijf nieuwe respiratiekamers waarin we keurig de temperatuur kunnen regelen van binnen. We kunnen metingen doen aan de lichaamstemperatuur. En wat heel bijzonder is, we kunnen ook het energiegebruik meten. Hier ziet u een vrijwilliger in de kamers. Het is een soort mini-hotelkamer, zeggen we altijd. En daar kunt u rustig vertoeven. We hebben ook kortdurende proeven gedaan. En een van de kortdurende proeven, daar wil ik mee beginnen. Dat is eigenlijk een van de eerste proeven die we ooit hebben uitgevoerd op dit gebied. Door inmiddels dokter Marieke van Ooyen. En wat ik u hier laat zien, is wat één proefpersoon doet wanneer die in de kou komt. Even. Hier ziet u de termen neutraal, dus daar is de warmteproductie van het lichaam laag. Dan gaan we de kou in en zien we dat de warmteproductie geleidelijk aan omhoog gaat. Maar er wordt niet gerild. En als het dan lang genoeg in de kou zijn, of het is koud genoeg, als het flink koud is, dan ga je rillen en schiet de warmteproductie nog extra omhoog. Maar wij vonden juist dat eerste deel zo interessant. Want dat betekent dat je zonder te rillen, zonder al te groot discomfort, extra warmte produceert. Je energiebalans kan veranderen en dat heeft mogelijk weer effect op je lichaamsgewicht. Er was wel een heel interessant aspect wat dit betreft. Er was een enorme individuele variatie en dat zien we hier. Hier zien we de staafjes geven aan de resultaten van 20 verschillende proefpersonen. En we zien dat sommige mensen bijna geen extra warmteproductie hebben zonder te rillen. En anderen wel tot 30% meer. Er is dus een enorme individuele variatie. En dat is interessant en dat is ook leidraad geworden in ons onderzoek. En het is ook relevant. Want zoals we straks zullen zien, is onze dagelijkse leefomgeving ingericht op de gemiddelde mens. En die bestaat helemaal niet, zoals u hier kunt zien. Interessant is ook dat mensen met overgewicht als groep ook een vrij lage energiegebruik in de kou hebben.
En Boris Kingma heeft in onderzoek laten zien dat bij ouderen zelfs de warmteproductie vermindert. En dat komt omdat ze zo erg afkoelen. Ouderen zijn echt reptielen wat dat betreft. En hier zie je ook twee personen die dat inderdaad in deze groep ook gedaan hebben. Nou was de vraag, welk weefsel is hiervoor verantwoordelijk? Hoe komt die extra warmteproductie? We hebben eerst gedacht dat het spieren waren zonder rillen en we hebben allerlei alternatieven uitgezocht. Maar eigenlijk was bekend van allerlei diersoorten, onder andere winterslapers, maar ook van kleine knaagdieren, dat er bruin vet was. En bruin vet is een weefsel wat zorgt voor extra warmteproductie wanneer dat nodig is. Wanneer kleine dieren bijvoorbeeld te veel afkoelen. Ook was het al bekend dat baby's bruin vet hebben. Wanneer baby's vroeger, ik stel me voor, in de grotten van Lascaux een tijdje alleen werden gelaten door hun ouders, omdat die iets anders moesten doen of zo, dan liggen ze alleen, worden koud, omdat ze zo klein zijn. Ze koelen hard af. En daarvoor hadden ze dat bruine vet om op te warmen. Maar volgens de tekstboeken en allerlei onderzoek was het zo dat volwassen mensen geen bruin vet hebben. Nou, in 2009 hebben wij aangetoond dat volwassen mensen wel degelijk bruin vet heeft. En dat heeft toch wel wat aandacht gekregen. Ik doe gewoon mijn werk en ik schrik mijn hoedje, want er komt allerlei nieuws van. Maar wat, voor ik verder ga, is nu precies dat bruine vet? En waarom kan bruin vet gezond zijn? Het witte vet kent u vast allemaal wel, misschien bij sommigen zelfs aan de lijve. De cellen zien er wat witachtig uit en zitten als het ware bomvol met vet. U ziet dat hier. Ik hoop dat u dat goed ziet, maar hieronder staat ook een tekeningetje. Pardon. Dus eigenlijk is die hele cel gevuld met vet en dat dient als energieopslag. En daar is op zich helemaal niks mis mee, want die reserveenergie kan je gebruiken als je ziek bent of er is te weinig te eten. Maar een teveel aan wit vet daarentegen is natuurlijk niet gezond. Bruin vet zorgt juist voor extra warmteproductie. En dat doet het met name in een koude omgeving. Het moet als het ware worden aangezet. Het is eigenlijk een inwendig kacheltje dat in de kou aanslaat. De bruine vetcel ziet er heel anders uit dan de witte vetcel. Ook hier is vet opgeslagen, maar in hele kleine bolletjes. Zoals u hier ziet. Het meeste van de cel is eigenlijk opgevuld met mitochondria. En die mitochondria, dat zijn de energiecentrales van de cel. En daar wordt die warmte geproduceerd. En interessant is dan dat bruin vet, als die dat doet, juist vet, wit vet, gebruikt. Het zou dus kunnen werken als manier om af te vallen. Nou, ik wil toch even vertellen hoe we dat bruin vet hebben opgespoord. Want ik denk dat dit weer een mooi voorbeeld is van de samenwerking tussen twee verschillende disciplines. De breedte. In de tijd dat we onderzoek deden naar de effecten van kou, sprak ik toevallig professor Jaap Teulen van de afdeling nucleaire geneeskunde. Daar doen ze veel PET-scan onderzoeken bij kankerpatiënten. Hij vertelde dat ze met dat onderzoek last hadden van bruin vet. Dus in het gebied van de nucleaire geneeskunde hadden ze er problemen mee en wij weten niet dat het bestaat. De meettechniek die ze gebruiken, die bestaat uit een zogenaamde PET-CT-scan. Bij kankeronderzoek wordt een merkerstof ingespoten die aangeeft of er een gezwel is. Zoals hier te zien bij een longkankerpatiënt. U ziet hier dat donkere deel. De merkerstof is een suiker. Niet echt suiker, maar het is radioactief gemerkt suiker. En daarom kunnen we het ook zichtbaar maken. En die suikers gaan naar weefsels die ook suiker gebruiken, zoals bijvoorbeeld de hersenen. Hier ziet u dat, er wordt veel opgenomen. Maar ook de tumor. Maar als de patiënten in de winter werden gemeten of je had het een beetje koud, dan zag je het ook hier bij de schoudergebied. Wat zwarting. Nou, de nucleaire geneeskunde had daar natuurlijk last van. Maar wij hebben dat toen benut en we zijn proeven gaan combineren. Dus dat bruin vet zagen ze alleen als het aanstond. En wat dachten wij? We gaan de mensen afkoelen om het aan te zetten. En hier zie je een proefpersoon relaxed liggen in een waterpak. Dat is een watergekoeld pak en daarmee kunnen we heel nauwkeurig de temperatuur van de mensen regelen. Zodat ze net niet gaan rillen en toch koud zijn. En vervolgens kunnen we de merkerstof inspuiten en de meting doen. Met z'n allen zaten we spannend in spanning om de monitor, wat er zou gebeuren. En wel ja, bingo, de eerste keer was meteen raak. Bij thermoneutraal, niets bijzonders aan de hand. In de koele omgeving, dus met de koeling,
zien we heel duidelijk bruin vet. Hier achter de sleutelbenen, in het halsgebied vaak ook en langs de wervels. Interessant was dat ook hier weer een enorme individuele variatie was. Lang niet iedereen heeft dezelfde hoeveelheid bruin vet. Als je kijkt naar dit plaatje zie je de eerste 6 zijn van slanke proefpersonen. Een enorme variatie. Sommigen zijn bijna zwart van het bruin vet. En anderen, daar zie je niet zoveel. En de mensen met overgewicht hebben duidelijk minder bruin vet dan de mensen die slank zijn. Tussen haakjes, ook ouderen hebben minder bruin vet dan jongvolwassenen. Het volgende plaatje vind ik zelf ook erg interessant en dat is wat we sinds we zo nauwkeurig koelen, komt dat in alle studies terug. We hebben dus aan de ene kant gezien een enorme variatie aan die extra warmteproductie in de kou zonder dat je rilt. En we hebben gezien een enorme variatie aan bruin vet, maar die twee zijn aan elkaar gerelateerd. Dat betekent dus dat iemand die bijvoorbeeld veel bruin vet heeft, ook in de kou veel extra warmte kan produceren. En iemand die weinig bruin vet heeft, dat veel minder kan. En dat geeft dus aan dat bruin vet hierbij een rol speelt. Wat de werkelijke bijdrage van bruin vet is, dat moet ik wel onderstrepen, dat weten we eigenlijk nog niet en dat moeten we verder gaan onderzoeken. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. De volgende vraag is: als je weinig bruin vet hebt, kan je het dan vermeerderen? Met andere woorden, kan bruin vet worden aangemaakt? Is het zo flexibel? En kunnen we daarmee ons energiegebruik verhogen? We zijn na de ontdekking van bruin vet niet stil blijven zitten. En we zijn gelukkig, mede door Europese subsidies en die van NWO, in de gelegenheid geweest vervolgonderzoek te doen. Dus wij vroegen ons eigenlijk af of net als bij dieren, als je mensen afkoelt en ze een tijd lang regelmatig een kou blootstelt, of dan het bruin vet zou toenemen. Promovendus Anouk van der Lans heeft dat onderzoek uitgevoerd en het was niet gering, want de mensen zaten bij 14 graden Celsius, 6 uur per dag, 10 dagen lang. Aan de linkerkant ziet u nou hoe het er vooraf uitzag. Daar hebben we gewoon zo'n koelingsproef gedaan, PET scan en daarna 10 dagen acclimatiseren. En vervolgens na die 10 dagen zien we een enorm verschil. En gemiddeld gezien trad er bijna een verdubbeling van de hoeveelheid bruin vet op. Dus het werkt. Met andere woorden, in de kou vermeerder je je bruin vet. Maar is dat wel zo aangenaam? Nou, in het begin niet. Mensen konden invullen of ze oncomfortabel waren of comfortabel. Dat ziet u rechts op de grafiek. En wat je ziet is dat vooraf aan die hele proef, en dan kwamen ze voor de eerste dag bij die 14 graden Celsius, dat vonden ze bepaald oncomfortabel. Maar na 10 dagen is het net comfortabel. Dus met andere woorden, zelfs aan 14 graden Celsius raak je gewend. In feite is dus onze comfortzone wat verschoven. En breder geworden waarschijnlijk. Dus op die manier kan je toch door blootstelling aan verschillende temperaturen spelen met je comfort. En dat is heel belangrijk. En dan wil ik een aantal punten noemen waaraan we denken hoe we doorgaan met het onderzoek. We hebben nu gezien dat dit tot nu toe richting geeft aan het onderzoek naar obesitas, naar overgewicht. Dat moeten we verder onderzoeken. En daar gaan we ook mee door. Maar Mark Hansen die is nu een proef aan het doen waarbij hij kijkt bij mensen met diabetes. En het lijkt erop dat bij mensen met suikerziekte dat de insulinegevoeligheid na gewenning aan kou verbetert. De resultaat is die verder aan het uitwerken, maar als dat waar is, dan gaan we er zeker mee door. Andere factoren dan kou. Het is natuurlijk zo dat kou verreweg de belangrijkste factor is om dat bruin vet aan te zetten. Maar er zijn misschien wel andere factoren die ook een belangrijke rol spelen. En zo denken we bijvoorbeeld dat schildklierhormoon een belangrijke rol speelt. En daar kijkt Evie Broeders naar. En onze postdoc Mariette Boon bestudeert die effecten van bepaalde eiwitten bij verschillende proefgroepen. Dus ook daar gaan we verder naar kijken. Heel interessant is natuurlijk dat bruin vet helpt bij gewichts. Als we dat werkelijk kunnen bewijzen, dat het helpt bij gewichtsverlies. Maar als je er veel en veel te veel van hebt, dan zou het wel eens tegengesteld kunnen werken en kan je er te mager van worden. En dan is het bij bepaalde vormen van kanker, treedt extra lichaamsgewichtsverlies op.
En binnenkort start in samenwerking met de afdeling longziekte en nucleaire geneeskunde een studie naar kanker, cachexie zoals ze dat noemen, bij extreem gewichtsverlies. Nou, ik gaf al aan, we hebben nu dat bruin vet mooi in kaart gebracht, maar we kunnen nog niet bepalen hoeveel nou echt de bijdrage op het energiegebruik is. En daarvoor hebben we andere technieken nodig. En ook weer in samenwerking met nucleaire geneeskunde en radiologie gaan we andere technieken onderzoeken. En de nieuw geïnstalleerde PET-MRI biedt ons daarvoor grote mogelijkheden. En tenslotte gaan we ook kijken naar wat de kou nou eigenlijk doet, of laten we zeggen bruin vet doet met... Ik ben er even uit, ik ga even opnieuw. Ik heb laten zien dat kou kan bijdragen aan gewichtsvermindering. Maar er kan ook compensatie optreden. We kennen het van onszelf. Als we een dag in de kou zijn, dan gaan we meer eten. Dan eten we een extra boterham. Dus met andere woorden, wat je dan een extra energie verliest in de kou, dat compenseer je weer. Ik denk echter dat die compensatie niet zo verschrikkelijk erg is. Het is niet zo dat je dan per se meer afvalt, maar je hebt wel een verhoogd metabolisme. En het werkt dus niet direct tot gewichtsreductie, maar wel tot mogelijk een gezonder metabool profiel. Of dat waar is, zal de toekomst ons leren. Tot zover wil ik wat vertellen over het bruin vet, maar ik moet nog wel één ding kwijt. Uit dit onderzoek blijkt dat je alert moet zijn op onverwachte resultaten. Wat dit aspect betreft, moet me iets van het hart. Onze medisch-ethische commissie en ook de subsidieverstrekkers dienen zich wat meer te realiseren dat je onderzoek doet omdat je iets nog niet weet, dat je iets nieuws wil ontdekken. Ik vind dat er een duidelijker onderscheid gemaakt moet worden tussen klinisch en zuiver wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt door de medisch-ethische commissie naar mijn mening te veel nadruk gelegd op powercalculaties, dat wil zeggen op de voorspellen effecten. En een voorstel een aantal metingen te doen om gewoon te kijken of er iets onverwachts uitkomt, nou dat wordt al helemaal niet geaccepteerd. En toch, zo hebben we het bruin vet ontdekt. Het is zaak de statistische analyse niet van tevoren geheel vast te leggen, zoals dat bij klinisch geneesmiddelenonderzoek natuurlijk wel moet gebeuren. Dit onderscheid tussen clinical trials en meer experimenteel onderzoek moet blijven, ook bij de beoordeling van medisch-ethische commissies en ook tijdens de steeds meer verplicht gestelde monitoring. Dan wil ik met u nu weer gaan naar de gebouwde omgeving, onze dagelijkse leefomgeving. Niet voor niets heet de leerstoel Ecologische Energetica en Gezondheid. Ecologie is de studie van het organisme in zijn omgeving. Elk organisme, dus ook de mens, leeft in wisselwerking met zijn omgeving. Ik wil de kennis die wordt opgedaan in het laboratorium, dat die kan worden benut in de dagelijkse leefomgeving. Ik wil de kennis toepasbaar maken. En zo belanden we weer op een kruispunt van kennisgebieden. Deze nieuwe benadering vindt namelijk geleidelijk aan erkenning in de wereld van de gebouwde omgeving. De ingenieurs, de architecten, de bouwmaatschappijen. Hoewel er veel gaande is in de gebouwde omgeving, met name op het gebied van betere isolatie, energiezuinige woningen, wordt mijns inziens nog veel te weinig gebruik gemaakt van onze kennis omtrent de menselijke fysiologie. Huidige richtlijnen in gebouwen betreffende de binnentemperatuur zijn gebaseerd op een model uit de jaren 70. En ze richten zich op thermisch comfort van de gemiddelde mens. En we hebben gezien, de gemiddelde mens bestaat helemaal niet. We zagen dat al hier in de zaal. Het gebruik van dit model heeft geleid tot een uniform binnenklimaat. Een temperatuur voor iedereen door de hele dag, door alle seizoenen. Dat leidt vaak tot klachten van gebruikers over de temperatuur, maar ook tot hoge energiekosten van die gebouwen. Ik laat u hier twee modellen zien. Het ene noem ik het klassieke model, waar ik het net over had. Bij dit klassieke model zijn dus de temperaturen zomers en 's winters vrijwel hetzelfde. U ziet dat hier met deze lijn, een strakke lijn. In de zomer hier een beetje hogere binnentemperatuur, van zo'n 23,5, hier misschien 22,5. Dus er zit nauwelijks variatie in. En of je nou in de tropen bent, in Nederland, overal wordt in gebouwen die temperatuur gehandhaafd. In de tropen zit je te bibberen als je een bankgebouw binnenkomt.
Maar tegenwoordig is er ook een adaptief comfortmodel. Dat is meer recent ontwikkeld en dat houdt rekening met het feit dat individuen verschillen. Dat mensen zich aanpassen aan een koele en een warme omgeving. En accepteren dat omgevingscondities variëren in de loop van het jaar en door de dag. En dat ziet u hier. Dit is het adaptief model. U ziet, die lijn loopt veel steiler. Dat betekent dat hij in de zomer veel hogere temperaturen accepteert. Mensen in Singapore vinden dat als ze niet in een bankgebouw werken, prima. En je ziet ook in de winter. Wat interessant is in dit gedeelte, zijn mensen ook tevreden. Maar daar kan ook al bruin vet, daar kan al bruin vet worden aangemaakt. Dus dat is op zich ook al interessant. In het adaptieve model zijn echter de fysiologische en de gezondheidsaspecten nog niet opgenomen. Nieuw, geïnitieerd door onze onderzoeksgroep, is juist die link tussen dat binnenklimaat en onze gezondheid. En daar wil ik graag een interessante studie bij aanhalen die Lisje Schelle heeft uitgevoerd, inmiddels postdoc bij ons. Deze studie deed ze nog in Eindhoven aan de Technische Universiteit. En wat zij deed, zij liet mensen zitten in een klimaatkamer en de temperatuur varieerde door de dag heen. U ziet dat hier, van 17 graden, 's ochtends vroeg, naar 25 graden tussen de middag, weer naar 17 graden 's avonds om 6 uur. Een enorm verschil in temperatuur, 8 graden. Zou je denken, dat is wel heel oncomfortabel. Maar de resultaten zijn dat zowel oudere mensen als jonge mensen het over het algemeen redelijk comfortabel vonden. Verrassend niet waar. Dat betekent dan dat de binnentemperatuur inderdaad helemaal niet zo comfortabel hoeft te, zo constant hoeft te zijn. Meer variatie is mogelijk en de binnentemperatuur kan worden afgestemd op de buitentemperatuur. En dat is ook een interessant concept. Natuurlijk moet je 's winters de temperatuur wel hoger houden dan buiten is. Maar je zou de temperatuur op een hoger niveau kunnen laten meebewegen met wat er buiten gebeurt. Nou, dat soort effecten, die variatie in temperatuur, daar willen we de komende jaren onderzoek aan doen. Niet in het lab, maar juist ook thuis en op kantoor. Er zijn plannen voor een nieuw te bouwen centrum. Mozavita. En dat staat bij ons op de campus, als het er is straks. Gezonde mensen uit Zuid-Limburg, patiënten, verplegend personeel en onderzoekers komen hier bij elkaar in één gebouw. Er komt een bewegingslaboratorium, een restaurant waar je leert koken. Er komt een speciale klimaatkamer en diverse ruimte en in diverse ruimtes kan straks met de temperatuur en met licht worden geëxperimenteerd. De ideale setting dus om in de praktijksituatie de effecten van de omgeving en het herstel van ziekte en gezondheid te testen. Dus ik hoop van harte dat het er komt, maar we gaan in ieder geval veldmetingen worden cruciaal. Maar er is nog, voor ik verder ga, één ding wat ik graag met u wil bespreken. Zijn we eigenlijk wel gelukkig in een comfortabele temperatuur? Comfortabele omgeving. Het lijkt erop van niet. Als het vriest, gaan we schaatsen. En waar gaan we met busladingen naartoe? Naar de bergen, om te skiën, in de ijzige kou. Daar genieten we. Die frisse berglucht, meer dan comfortabel en daarna lekker warm bij de open haard. En zomers hetzelfde, bakken op het strand, afkoeling in het water. Heerlijk. Pret bevindt zich buiten de comfortzone. Als we daar iets meer van kunnen terugbrengen in ons huis en op kantoor, dan worden we gezond en nog gelukkig ook. Hoe gaan we nu verder? Ik heb laten zien wat er gebeurt als je langzaam went aan de kou. Maar eigenlijk weten we niet zo goed wat er gebeurt als je went aan de warmte. Er zijn wel proeven voor sporters, voor militairen, allemaal extreme condities. Maar gewoon onze dagelijkse blootstelling aan warmte, daar weten we niet zoveel van. Dus daar gaan we zeker mee aan de gang. En Hanna Palubinski, promovendus, gaat hier binnenkort een studie naar starten. Iets anders is dat er aanwijzingen zijn dat licht onze temperatuurregulatie kan beïnvloeden. Daarom is promovendus Marije te Kulve in samenwerking met Philips gestart naar onderzoek naar de interactie tussen ledlicht en thermisch comfort. Cruciaal is dat we meer te weten komen over het thermisch gedrag van bewoners thuis en op kantoor.
We gaan het gedrag beter in kaart brengen. We zijn al gestart met het ontwikkelen van individuele comfortsystemen op kantoor in samenwerking met de industrie en dat is het project USER. Ook kijken we naar de invloed van de gebruiker op het functioneren van gebouwen en dat doen we in het project TRECO. Deze projecten worden ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en dat gaat via het programma Top Kennis en Innovatie. Binnen dit soort projecten wordt samengewerkt met partners uit de industrie, andere universiteiten, ingenieurbureaus en ik moet zeggen dat ik dat als zeer stimulerend ervaar. Om werkelijk een slag te maken, moeten dit soort gegevens vertaald worden in modellen. En daarmee, in samenwerking met de Technische Universiteit, zijn Arjen Vrijns en Boris Kingma aan de slag gegaan. Zij werken aan een thermofysiologisch model dat geschikt is... Sorry, er staat een verkeerde voor. Die bedoel ik. Zij werken aan een thermofysiologisch model dat geschikt is voor gebouwontwerp. En ik wil je één voorbeeldje laten zien. Dit gaat nog puur om de mens. Die zich in een koude omgeving bevindt. En het is dus mogelijk om dan de mens aan de hand van een model in kaart te brengen. En terwijl de persoon warm in die koude omgeving binnenkomt, zie je hem geleidelijk aan afkoelen. En het model geeft thema's aan, wat zijn energiegebruik is en dergelijke. Dat hoeft u allemaal niet te bekijken, maar wat u wel interessant is, dat je ziet hoe die persoon afkoelt. En wat ik in het begin zei, dat die extremiteiten, de armen, de benen afkoelen. En let u eens op het neusje. Dit model kan vervolgens gekoppeld worden aan het thermisch comfort en de eigenschappen van het gebouw. Volop werk aan de winkel dus. Ter afsluiting. Ik hoop dat u nu begrijpt dat het buiten de comfortzone niet per se onaangenaam is. Het kan zelfs gezond zijn. Een beetje kou lights your fire. Door de wisseling in de temperatuur wordt het lichaam aangesproken. Zoals het lichaamsbeweging gezond kan zijn, zo is een variatie in temperatuur dat ook. We zouden kunnen spreken van temperatuurtraining. Het lichaam moet in de kou en ook in de warmte een beetje meer werken en dat beetje meer werken creëert een gezonder en weerbaarder lichaam. Met name ouderen zijn erg kwetsbaar, maar ze worden kwetsbaar gemaakt door in zorgcentra een constante en in de winter een veel te warme temperatuur, te hoge temperatuur te handhaven. Juist meer variatie in temperatuur kan zorgen voor gezonder en weerbaarder oud worden. Al met al zullen de effecten niet altijd groot zijn. Niet voor elk individu. Maar de subtiele effecten van een gezond binnenklimaat, daarmee bereik je wel grote delen van de bevolking. En daarmee kunnen de effecten op populatieniveau, mijns inziens, aanzienlijk zijn. Dan wil ik nu wat vertellen over de onderwijsplannen. Bij het ontwerpen van een gebouw komt meer kijken dan wat ik besproken heb over binnentemperatuur. Andere factoren in onze omgeving bepalen mede onze gezondheid. Dat zijn licht, geluid, luchtkwaliteit, noem maar op. Daarnaast spelen de beschikbaarheid van voeding en de mogelijkheden om je te bewegen een rol. Al deze aspecten zouden in een gebouwontwerp niet moeten ontbreken. In samenwerking met de Hogeschool Zuid, onder leiding van professor Jos Lichtenberg, zijn we een nieuwe multidisciplinaire masteropleiding aan het opzetten. Daarin integreren we beide kennisvelden, bouwkunde en gezondheidswetenschappen. Deze gebieden tezamen zullen studenten opleiden die ingezet kunnen worden in het creëren van een duurzame en gezonde kantoren en huizen. Een woord van dank. Aan het eind van mijn reden gekomen wil ik graag een aantal mensen bedanken dat heeft bijgedragen aan mijn carrière en mijn benoeming. Ik dank het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht en de Raad van Bestuur van de Faculty Health Medicine and Life Sciences, evenals de leden van mijn benoemingscommissie, voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook alle medewerkers van de vakgroep Humane Biologie dank ik hartelijk voor hun steun. Met name wil ik noemen de secretaresses Desiree Morales, Claudia Pagge en Jolanda Verhagen. En de technische inventiviteit van Paul Schoffelen en Luc Wouters. In het bijzonder wil ik professor Ronald Mensing
en professor Annemie Scholz bedanken voor hun steun en het vertrouwen in mij in het traject naar deze leerstoel. Speciale melding verdient Sef Jansen, algemeen directeur van Nutrim. Hij heeft me heel veel geholpen bij het indienen van aanvragen voor subsidie. En samen met zijn team is het regelen van financiën voor mij een plezier geworden. Waar zit hij? Van Wil Botten van het Loopbaancentrum heb ik veel betrokken ondersteuning gekregen. Ik heb er reeds genoemd mijn promotor wijlen professor Rudy Drent. Hij heeft me geïnspireerd tot het doen van ecofysiologisch onderzoek. Het dier in zijn omgeving. De interactie tussen dier en omgeving is wederzijds. Twee kanten op. Het samenspel, ook bij de mens, is wat me nog steeds boeit. Ik ben gegaan van het buitenklimaat, de lege waan, naar het binnenklimaat, de mens. Maar ik kan nog steeds dezelfde soort vragen stellen. En als ik die vragen stel, dan denk ik aan hem. Geleidelijk aan heb ik een team van promovendi en postdocs kunnen formeren. Zonder hun inzet en die van de vele stagestudenten stond ik hier niet. Speciale dank aan de promovendi dus. Jullie houden me scherp en bovenal houden jullie me uit de comfortzone. En dus gezond. Ik ben ook gezegend met 3 gemotiveerde postdocs. Met elk een duidelijke signatuur steunen zij mij volop in deze tijd van steeds vollere agenda's. Lisje Schelle, mijn steun en toeverlaat bij de proeven met een link naar de gebouwde omgeving. Ze vertelt me wie ook alweer is op congressen en samen komen we op mooie nieuwe ideeën om onze labkennis in te zetten in kantoren en huizen. We werken gezamenlijk aan de nieuwe master gebouwde omgeving. Boris Kingma, vriend en collega. Ik ben blij dat je weer terug bent in onze groep. Je hebt een verrassend veelzijdige kijk op onderzoek en het leven. Ik hoop op nog heel veel werkoverleg met inspirerende en onverwachte wendingen. Je capaciteit om kennis en processen om te zetten in modellen is van grote waarde en ik hoop dat men daar binnen de academische setting ook van de drongen raakt. Mariet Boon, de laatste postdoc-telg van het team. Ik ben blij dat je met ons enthousiasme en een enorme inzet vergezeld. En met je aanwezigheid zorg je ook voor een mooie samenwerking met de onderzoeksgroep van Patrick Rensen van de Universiteit van Leiden. Patrick Schouwen, collega en vriend. Je verdient een aparte vermelding. Je was mijn eerste promovendus. Je bent wat sneller dan ik en al enige jaren hoogleraar. Dat vond ik niet zo erg. Ik genoot ervan. En ik geniet er nog steeds van, omdat je je zo inzet voor goed onderzoek. In moeilijke tijden ben je een grote steun voor me geweest. Ik ben daarom heel blij dat ik weer volop met je samenwerk. Waar ik soms mijn eigen resultaten wat bagatelliseer, zie jij de waarde ervan in. Ik verheug me op een toekomst met nog veel mooie gezamenlijke studies. Vermeldenswaard is ook de goede samenwerking met nucleaire geneeskunde. Deze foto geeft dat mooi weer, denk ik. De witjassen en de blauwjassen. Ik heb al gemeld, emeritus hoogleraar Jaap Teulen, die met zijn aanstekelijk enthousiasme mij inspireerde tot het doen van bruin vetonderzoek. Tegenwoordig staat nucleaire geneeskunde onder leiding van professor Felix Motaghi, die het bruin vetonderzoek van harte ondersteunt. Bijzonder blij ben ik met de samenwerking van dokter Boudewijn Brans, zowel voor de dagelijkse gang van zaken, maar ook voor de interpretatie van de PET-scans. Graag wil ik ook bedanken professor Nicole Bouvy van Algemene Heelkunde. Zij hielp ons aan het eerste stukje bruine vet. Ik zie haar nog binnenkomen met 2 sampletjes, 1 wit, 1 bruin, na een operatie. Zonder te pretenderen volledig te zijn, wil ik een paar mensen bedanken die betrokken zijn bij het werk in de gebouwde omgeving. Allereerst de heer Peter Oppertveld van het ingenieursbureau Huige Installatieadviseurs, die als eerste uit de bouwwereld het belang inzag van de link tussen ons fysiologisch werk en de gebouwde omgeving.
Zoals ik al zei, wordt ons onderzoek in de gebouwde omgeving deels gefinancierd door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, van Economische Zaken. Vanuit die instelling was de heer Piet Heijnen betrokken bij elk project wat ik daar heb meegemaakt. Hij heeft ons bij de soms gecompliceerde multidisciplinaire projecten altijd enorm ondersteund. De samenwerking met Anton van Steenhoven van de Technische Universiteit heb ik zeer gewaardeerd. Anton is een groot inspirator en een zeer betrokken mens. Gelukkig heb ik de Technische Universiteit connectie met veel genoegen kunnen voortzetten met zijn collega Dr. Arjen Vreens. Dr. Luc Slanger van Philips wil ik van harte bedanken voor zijn grote inzet in het nieuwe STW Partner project. Samen met professor Hein Dane en professor Eus van Zomeren heb ik zo'n 10 jaar geleden Thermonet opgericht. Dat is een jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse thermofysiologen. Inmiddels zitten we met meer dan 40 onderzoekers om de tafel en delen jaarlijks enthousiast onze studies. Ik denk nog veel aan mijn ouders. Ik weet dat mijn vader heel trots zou zijn geweest en mijn moeder heb ik vorig jaar nog net kunnen vertellen dat ik hoogleraar werd. Ze vond het fantastisch. Aan allebei ben ik veel dank verschuldigd voor de mogelijkheden die ze me geboden hebben. Ik herinner me, van heel lang geleden, dat aan de eetkamertafel aan mij, ik zal een jaar of 7 geweest zijn, een keer gevraagd werd wat ik wilde worden. Hoewel ik voorheen het liefste loodgieter wilde worden, antwoordde ik toen professor in de weetnietkunde. Dat is me nooit gelukt. Maar ik ben nu dan wel hoogleraar ecologische energetica en gezondheid en dat dankzij mijn ouders. Ik geloof dat ik 1 plaatje wat langer heb laten staan. Dit waren de mensen uit de gebouwde omgeving. Lieve Anne en Merel. Mijn thuisfront en mijn onvoorwaardelijke steunen. Dank jullie wel voor alle geduld. Terwijl ik voorheen Merel hielp met schoolwerk, hielp zij me nu met mijn oratie. Wat een feest, zo'n dochter. Tussen haakjes. Zij wil u hierbij laten weten haar niet te vragen wat ze na haar tussenjaar gaat doen. Ze weet het nog niet. Dus verzint u maar een andere vraag. Anne, mijn lieve levensgezellin. Altijd sta je voor me klaar. Woorden schieten tekort. Ik heb gezegd. Professor Wouter van Marke Lichtenveld, dank je wel voor deze prachtige lezing. Ik zeg toch gewoon je. Wetenschappelijk werk kenmerkt zich door het toepassen van innovatieve methodieken bij mensen voor de bestudering van maatschappelijk relevante vraagstellingen. Toen ik nog eens de publicatielijst doornam van het Maastrichtse onderzoek, zag ik dat daar wel een verschuiving in was opgetreden. Van veel water dat zich buiten de cellen begeeft bij extreme vermagering tot weinig bruin vet bij obesitas. Ik zie uit naar de verdere uitbouw van deze interdisciplinaire onderzoekslijn die u zo fraai heeft uitgebouwd. En ik denk dat de verbinding van die beide accenten waar uw interesses lagen aan het begin en nu, middels onder andere zoals u zelf aangaf de nieuwe PET-MRI, ook nog veel perspectief biedt voor situaties waarin mensen bijvoorbeeld door ziekte buiten hun comfortzone raken. Wat ik ook belangrijk vind om te melden is dat u geen traditionele wetenschapper bent die zich opsluit in het laboratorium, maar mediageniek met het oog voor de vertaling van uw onderzoek naar een breder publiek, zowel nationaal als internationaal, zoals zojuist al bleek. Je hoeft eigenlijk maar te googelen en dan lees je de volgende slogans over het onderzoek van Wouter Marke van Lichtenveld. Thermostaat op 18, goed voor lichaam en gasrekening. Het warme steuntje in de rug. Het vet van de dunne. Een kil kantoor is goed voor de lijn.
temperatuurtraining als volgende fitnesstraining. En bredere tailles en dikkere buikjes door centrale verwarming en afvallen door de kachel uit te zetten. Nou ja, u heeft het zojuist allemaal toegelicht. Toch wordt dergelijke publiciteit door de academici vaak wat onderschat. Maar blijkt het steeds belangrijker voor de profilering, maar ook voor de maatschappelijke verantwoording van het wetenschappelijke onderzoek. En ik wens u namens het College van Bestuur, maar ook namens de onderzoeksschool Nutrim, van harte proficiat en nog heel veel succes met uw verdere carrière. Hiermee sluit ik deze academische zitting en wil ik u nog even aangeven dat het cortège als eerste de zaal zal verlaten. We gaan naar de binnenplaats toe, waar het hopelijk aangenaam toeven is, waar u allemaal nog wat kan opwarmen. En het is ook vooral aan te raden om lekker wat te drinken en wanneer het u en Wouter uitkomt om elkaar dan te ontmoeten en maar vooral niet in de rij te gaan staan, want dat zou jammer zijn. Dankjewel.